Hey en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij. Hier op het Zotrex, de enige echte natuurlijk. Nou, het is vrijdag, ik ben echt doodmoe. En voor mij is het nu weekend. Als jullie dit zien is het alweer maandag of dinsdag of woensdag, denk ik alweer. Het is al een tijdje geleden opgenomen. Maar in ieder geval, voor mij is het nu vrijdag. Het is weekend. Vandaag lekker met Ricard gewerkt en met Hans. Dat was wel even leuk. Hans is een oude collega van mij. Daar had ik echt al een hele tijd niet meer mee gewerkt. Vond ik echt fantastisch om weer eens een keer met hem te werken. Vond ik echt leuk na al die tijd om toch weer eens een keertje met hem te werken. Vroeger heb ik jaar in, jaar uit, dag in, dag uit met hem samengewerkt. Ja, toen een hele tijd niet en nu... Ik denk al meer dan 10 jaar geleden dat ik voor het laatst met hem gewerkt heb. Dus vond ik wel heel erg leuk, vond ik dat. Ontzettend tof. Nou, weekend. En normaal in de weekenden, dan gaan we altijd naar de kermis. Maar we gaan dit weekend gaan wij niet naar de kermis. Het is veel te warm weer. Het is bloedheet weer. Die ventilator die staat alleen maar te draaien hier ook. Ik heb het zo ontzettend warm. Het is zo verschrikkelijk benauwd is het. Dus we gaan wat anders doen. Ook heel erg leuk. En wat dat is, ga ik lekker niet vertellen. Dat zien jullie vanzelf. Gaan jullie dat allemaal zien. Ik ga lekker niet vertellen wat het is. Maar in ieder geval geen kermis dit weekend. In ieder geval gaan we wat anders leuks doen. En dat is niet het enige eigenlijk. Want... de uitstapjes gaan nu achter elkaar binnenkort komen. Zonder te spoileren wat we allemaal gaan doen. Maar we gaan dus van het weekend wat leuks doen. Dan gaan we als het goed is vrijdag gaan we weer wat leuks doen. En dan is het nog maar een paar weekjes en dan gaan we weer wat leuks doen. En wat dat is, ga ik lekker nu vertellen. Dat gaan jullie zelf zien in de vlog hier op mijn kanaal. Ik ga in ieder geval weer 3 hele leuke vlogs opnemen. Ja, buiten is het momenteel even niet te doen. Het is ontzettend warm. Ik zou nog naar Sterkwartier gaan. Ik heb het beloofd. Maar ja, het is nu gewoon niet haalbaar nu. Het is zo verschrikkelijk warm is het. En om dan naar buiten te gaan. Ja, ik heb er de puf niet voor. Ik heb het ook gewoon ontzettend warm. Ik heb de hele week gewerkt. Ik heb de afgelopen 3 dagen achter elkaar ben ik om 6 uur begonnen. Ja, dan ben je om 1 uur ben je dan klaar. Ja, dan ging ik 1 uur naar huis en dan viel ik hier om 1:30 op de bank viel ik in slaap. En dan sliep ik tot 1 uur of 4. Het was 4:30, 5 uur geworden. Dus dan leg ik gewoon een paar uur leg te slapen. Gewoon door de hitte. Ja. 'S avonds is het eigenlijk ook wel een probleem om... in ieder geval 's nachts is een probleem om te slapen. Want het is zo verschrikkelijk warm. Eigenlijk zou ik die van bij mijn bed neer moeten zetten. Want het is zo verschrikkelijk warm. Het is gewoon niet normaal. Als het goed is... Is het alleen nog dit weekend. Als het goed is zou het maandag minder worden. Nou... We gaan dat wel zien. Ik geloof er helemaal niks van. Want ik heb echt als er 1 ding is wat ik niet geloof. Dan zijn het wel van die apps van weer online. En weet ik voor allemaal waar je allemaal kijken wat het weer allemaal wordt. De grootste onzin. Ze zitten er altijd naast. En ik heb daar gewoon helemaal niks mee. Ik zie het wel als het gebeurt. En als het niet gebeurt, dan moeten we nog even een paar dagen door de zure appel heen bijten. Het is nu echt ontzettend warm. Dat uitstapje van aankomend weekend, dat heb ook alles te maken met het mooie weer. Jullie gaan vanzelf wel zien waarom ik daar naartoe gegaan ben. Dat is ook een beetje voor de verkoeling. En dus geen kermissen. Ricard zou volgens mij wel gaan. Die gaat volgens mij alleen, gaat hij. Dus het is nog eventjes even kijken wat Ricard gaat doen. Anders kan je een vlog van hem verwachten op zijn kanaal. En als het goed is zou hij dan naar
Ja, ik kan het inmiddels wel vertellen, want inmiddels zijn we alweer een heleboel dagen verder als jullie dit zien. Als het goed is zou die aankomend weekend, en wij zouden eigenlijk aankomend weekend, zouden wij naar Horen gaan. Nou, Ricard die gaat als het goed is alleen. Dus ja, of die gegaan is, weet ik niet. Natuurlijk, want het is pas morgen, is dat morgenavond pas. Dus ja, in ieder geval gaan we het wel zien. Ik weet niet of dat die van ontzettend veel herrie maakt. Als je af en toe wat hoort of zo op de achtergrond. Nu komt weer. Bloef, dat is gewoon dit apparaat. Dat is een beetje de enige verkoeling in huis wat ik heb. Het is gewoon zo verschrikkelijk warm op deze vrijdag. Niet normaal. We zijn ook weer gewoon vandaag om 6 uur begonnen. En we waren 1 uur klaar. En ik heb gewoon, ja, nadat ik thuis kwam, ben ik gewoon eigenlijk in slaap gesodemieterd, lekker een tukkie gedaan. En ja, het is hopen dat het snel voorbij is. Als het goed is, zou het voorbij binnenkort over zijn met het warme weer. Maar ja, je weet het niet. Het kan altijd nog een paar dagen langer duren. Omdat ja, die weersvoorspellingen, dat vind ik altijd zo bullshit altijd. Daar komt eigenlijk nooit wat van terecht eigenlijk. Dus vandaar, nou in ieder geval, ja. Dus de volgende vlog, dat zal misschien morgen of overmorgen wezen. Ik weet niet precies wat de planning is. Ik weet ook niet, echt niet wat voor dag deze vlog online komt. Op een maandag, of op een dinsdag, of woensdag, misschien wel donderdag. Ik weet het niet. Maar in ieder geval de volgende vlog die jullie kunnen zien. Dat is een hele leuke vlog die ik op ga nemen. Dat kan ik in ieder geval wel vertellen met Kevin en Joost. Dat is ook wel weer leuk. Joost was al de hele tijd niet meer in een video van mij geweest. Dus het is wel extra leuk dat hij er weer, ja, dat hij er weer bij is. En ja, wat het is, dat gaan jullie zelf zien op mijn kanaal natuurlijk. Dus ja, ik bedank jullie allemaal voor het kijken. En dan zou ik zeggen, jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Doe dat duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer op mijn kanaal. Er komen dus nog weer hele leuke video's aan. Niet elke keer weer van die praatvideo's. Ja, het is nu echt een beetje door de hitte komt dat. Ik heb geen zin om naar buiten te gaan met die hitte. En om ja, met 30, 35 graden buiten een vlog te gaan opnemen. Dat zie ik echt niet zitten. Dus er komen weer in ieder geval een hele hoop leuke vlogs komen eraan. En het weer is als het goed is binnenkort voorbij. Dan kunnen we gewoon weer lekker naar buiten toe. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken, jongens. En ik zou zeggen, jongens, ja, een fijne ochtend, middag of avond. Wanneer jullie deze vlog kijken. En ik spreek jullie allemaal tot de volgende vlog. En dat wordt dus een hele leuke vlog in